Vrijwilligers van de Almeerse Stichting FAIR vertrekken volgende maand richting Cuba om daar voedsel, kleding en huisraad aan arme gezinnen uit te delen. Het initiatief komt van Natasha Vasconcelos en Barbara de Rauw, die de afgelopen jaren hetzelfde hebben gedaan voor arme gezinnen in Almere. Het idee Cuba komt voort uit een van mijn compagnons, die al jarenlang daar contacten heeft. Vervolgens daar onlangs geweest is, in contact is gekomen met wat overheidsinstanties. En van daaruit ook duidelijk was dat er behoefte was aan enige hulp. En wat gaan jullie daar dan precies doen? Eigenlijk gaan we in Cuba proberen hetzelfde te doen zoals we hier doen, alleen op een iets andere manier. Je hebt daar resorts en wij willen met de resorts een overeenkomst krijgen dat de leftovers dagelijks naar de mensen toe gaan die het nodig hebben. We nemen kleding mee. De behoefte daar ligt op een heel ander vlak. Wat wij hier niet meer leuk, niet meer mooi vinden of uit de mode, daar zijn ze daar heel blij mee. Cuba is een communistisch land, heeft toch een hele andere manier van leven als wat wij hier kennen. Wat wij simpel vinden, vinden zij luxe. Dus we denken dat we ook daarmee zeker wat mensen kunnen helpen. Speciaal voor de trip naar Cuba is de naam van de stichting omgedoopt in de FAIR Foundation. Omdat Stichting FAIR Almere internationaal landt dat niet. En vandaar dat we voor een andere naam hebben gekozen. En voor ons is dit een volgende stap in onze ontwikkeling en groei. Ja, de FAIR Foundation heet het. Ja. Cuba is het eerste land. Moeten we soort gaan denken aan een internationale organisatie die in allerlei landen dit soort dingen gaat doen? Dat is uiteindelijk wel het doel. Ja, waarom wil je dat zo graag? Natasha en ik zijn een van de medeoprichters. En wij houden van uitdagingen. We houden van groei, van innovaties. En we zoeken iedere keer het uiterste op. Na aankomst in Cuba gaan Natasha en Barbara eerst geld inzamelen voor de FAIR Foundation. Ja, wij gaan een fietstocht doen van Havana naar Matanzas van 120 kilometer. Dat is best een stuk. Daarbij worden we gelukkig geholpen door fietsen van Spiderwheels die een stukje hulp hebben. Daar zit een batterij in, dus je wordt geholpen in je fietsbeweging. We nemen twee scooters mee, waardoor we wat kunnen afwisselen. Daarnaast hebben we een sponsor Osonic die ons gaat helpen met een drankje, waar we wat meer prestatieverhogend kunnen werken. De FAIR Foundation is nog op zoek naar sponsoren en giften van particulieren. Rond 12 april vertrekken de dames richting Cuba.